Het grootste deel van de financiering van de COVID-zorg is afgerond. Dit zei Gezondheidsminister Umar Ramadin donderdag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De bewindsman zegt dat de schuld, die meer dan 53 miljoen bedraagt, dateert uit juli 2020. financiering van de COVID-zorg sinds juli 2020 tot heden is aangevraagd bij Volksgezondheid. Dit is puur. COVID-gerelateerde kosten: 53.665.017 SRD en 29 cent. En we hebben betaald vanuit financiën en planning: 51.303.000. We hebben dus 96% van de aangevraagde middelen betaald. Er is nog een gap van 2 miljoen. Qua euro's, dat zijn meestal equipment, hebben we ongeveer. Aangevraagd kreeg 126.000, er is betaald 90.000 euro en er is nog een gap van 35. Nog, en uh, in Amerikaanse dollar hebben wij alle 144.255 Amerikaanse dollar betaald. Ik moet hierbij aangeven, voorzitter, dat de resterende bedragen die u daar ziet pending zijn, ofwel aan het uh, toetsingprocedure onderworpen worden. We controleren en als er zaken niet kloppen, hebben we feedback. Dus het kan een beetje langer duren soms als we de gelden moeten betalen. Ramadin zegt verder dat Suriname veel steun heeft gekregen van internationale gezondheidsorganisaties. Dit zowel in geld als apparatuur. Zowel de CARICOM, UNICEF, CARFA, PAHO als de Verenigde Naties heeft elk Suriname flink ondersteund. Al dus de bewindsman. Hij zegt dat de bijdrage vanuit de lokale gemeenschap via de inzamelingsactie van Su4Su ruim 10, SR, 10 miljoen SRD is. De kosten die voor juli 2020 nog betaald moesten worden zijn al verrekend, al dus Ramadin.